Welkom bij een nieuwe vlog van Yusuf. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik heb geen school. Ik heb de vlog van vandaag al, tenminste die vandaag online gaat komen voor jullie gisteren. Die heb ik al geëdit. Die ga ik zo meteen even uploaden. En ja, ik ben gewoon hier thuis met meneer die muts draagt in huis. Hè? Denk je bent cool? Ja. En ik heb even lekkere broodje gemaakt. Appeltjes gesneden. Voor hem natuurlijk ook wat drinken. Voor mij een beetje energie. Want ik moet helaas gaan leren. Maar eerst even goed eten en even goed drinken. En dan ga ik aan de slag. Ja. Volg. Hij chillt en rustig. Je chillt hem rustig, hè? Ja. Sofie, je bent een chiller, hè? Sofie. Je bent een chiller, hè? Ja. Ja. Sofie is een meisje. Ik ben niet een meisje. Je bent echt wel een meisje. Nee, ik ben niet. Jij bent een meisje. Ik ben niet een meisje. Jawel. Nee. Jij bent een meisje. Nee. Jij bent echt wel een meisje. Nee, ik ben een meisje. Wie? Ik ben een meisje. Ik? Ja. Je bent zelf een meisje. Nee. Ja. Ik ben niet een meisje. Je bent echt wel een meisje. Ik ben niet een meisje. Yes, mensen. Dus als jullie zien, zie ik een beetje kaler uit, maar dat komt omdat ik mijn snor heb weggehaald. Ik heb hem wel een beetje gesneden hier. Kijk hier zo, wacht even. Wacht, laat even zien in de licht van de lift. In het licht van de licht. Van de lift. Oh, wacht, dit is te licht. Dit is te licht, wacht even. Hier zo, ik heb een klein beetje gesneden omdat ik snel ging weghalen. Het zal geen tijd, mensen. Ik moet die helderheid wat omlaag doen, maar het staat voor mij veel te hoog. In ieder geval, ik ga nu richting Noah toe. En daar gaan we zouden ergens langs gaan bij iemand, maar dat zie je zo meteen als je gewoon blijft kijken. Volg! Ben je die? Ja. Elektrische kleding toch? Ja. Oké, nee, die is die wijk. Die wijk. Komt dat toch? Nee, maar film niet voor de volgers. Dan moet ik wel een beetje uitzien. Oh jongens, die strijders van Mandela, die doen. Je moet meteen met de wc, doe niet. Zo. Maar zie je, je moet even nieuw zeggen. En je moet niet alles zetten. Nee, dat is nog allemaal, man. Nee, dat is nog goed. Wat je niet nodig hebt, moet je uitgooien. Wat voor dat? Ik doe zo goed. Oh, je moet inzoomen steeds. Hou me jongens, die strijders. Ik was het doen. Ja, een beetje camera shy, toch? Als je ziet wat ik nu doe. Hey, jongens, oh, zo enge gezegd. He operated drug sales in states including North Carolina, Indiana and Oklahoma. He claims that his most profitable deals came from the Ohio area. Over the course of his illegal activity, Ross amassed a personal financial net worth of just under $1 billion. For a while, he successfully evaded law enforcement with the use of police scanners and voice scramblers. One LA sheriff remarked that Ross... Dit is mijn meester! Oh, wacht even. Ga straks je vader bellen. Pas op. Vraag hem of ik wit of bruin brood moet halen. Nee, ik zou vragen of die GTA Andreas van jou wil kopen. Of Call of Duty. Kijk op. Hij wil niks. Nee, Ik heb voor hem deze ontpakken gegooid. Ik zeg gewoon, hij wil niks. Hij wil niet. Ja. We zijn bezig met een vlog. Shout out to my lady. Hamburger vind je dat? What's that, G? Hij deed die echt energie. Lekker, frikandel. Voor de mensen die niet snappen wat ik bedoel. Cesar die geeft zeg maar les aan een heleboel van mijn kijkers. Dus als jullie nu kijken, Cesar is nu bij mij. Meester Cesar. Meester Cesar en Yusuf, volg hem, like hem en deel zijn filmpjes. Heel belangrijk. Nee. Oh. Hij heeft een lelijke auto, man. Mercedes. Ah, nee, ik heb crisis, joh. Crisis. Peugeot. Nee, het is niks mis met een Peugeot.
Met YouTube. YouTube, volg ze. Volg ze allemaal. Allemaal. Volg ze. Hey, laat die kleine zetten, man. Niet zo agressief, Nijad. Yes, je kiest het. Kijk, kijk, hey, dat is mijn neef, Nijad. Hey, is dat Nijad? Nee, man. Hey, we zijn die jongen die we scoorde toen met Jules. Hij heeft hem tegen. Met die keeper. Altijd aan het eten, deze. Altijd, Minaki. Hij komt niet aan, man. Waarom dan? Vraag je aan, man. Dank je. Goed, als Villa Leger des Heils. Goeie! Ik heb goed. Ja? Wat wil je? Hoe laat gaan we Mafia spel spelen? Ja? Wil je? Weet je al volgens wel hoe je het spel speelt? Nee. U gaat mij uitleggen? Osman gaat uitleggen. Nee, maar uitleggen. Als wij straks het spel gaan uitleggen, ja? Gaan ze het overnemen en gaan ze het allemaal spelen. Dan worden ze beter dan ons. Maar hebben jullie het spel zelf verzonnen dan? Nee. Deze duur voor jou. Maar ik ben gewoon gierig. Ik ken niemand. Hey, achter mij, man. Ah, die hebben gebakken wij. Mijn leerling. Ja, ik ben wel dit. Dit is een nieuw coach, die toch? Ja, ja, man, dat is die nieuwste. Black ja, Ops. Kom, kom. Mogen mijn leerlingen niet spelen van mij? Kom. In de Oslo door. Oké, daar is Lokkertje gek. Lokkertje achter je. Ik ben dit. Hoe ben je? Hoe? Hij is iemand daar. Er is iemand bij die raam. Kijk, dit is mij. Voor de gamers. Links. Jij kan echt niet spelen, jij. Wie is de onderste? Oh, jij bent goed. Ja, deze. Hé, hey, scheids. Wat was ik doen? 2 toch? 3. 2. 2-0. 2-0. Goeie lot, man. Ik heb dat nummer erop, man. Hoe zit het AB? Wie ben je nog? Taxi van... Hoe is het kom? Jawel. Hier in VIP-carwash, YouTube, hè? Ah, toch die jongen? Die moet je hier laten, mag ik op je helpen? De monteur, hier is de mechanic. Mechanic of the year. Hier, uit VIP-carwash. Nee, wat niet doen, bro. Zeg maar, wat laat jij liggen? Nee, hij moet. Ja? Als het goed hebben, dan ga je arsje. Ik ga mee. Ik ga mee. Hey, probeer allemaal een euro voor YouTube, Kenny naar de garage. Ik ga leren. Hey, hij is leeg. Hij is leeg. Gewoon spoel je mond goed, dat is slecht, man. Ja, gezellig. Is hij leeg? Hij is leeg, man. Ja, hij is leeg. Heb je hier een buurman met een sleutel? Hij heeft een man. Yes, finished. Finito. Finito. Yes, mensen, we zijn weer thuis. Nou, zoals jullie net zagen, waren we bij een car wash van een paar toffe gozers, toffe vrienden. We waren gewoon een beetje gezellig daar aan het chillen, weet je. Hij had ons uitgenodigd. Tenminste, had Noah uitgenodigd en ik kwam gewoon mee. Party crashen. Nee, man, maar ik ben daar altijd welkom. Ik heb trouwens nu een Instagram post actie gaande. Ze zei tegen mij van, je mag iets weggeven. En dat is zeg maar een gold packet. Een gouden pakketje voor een wasbeurt, zeg maar, voor je auto. Er zit dan alles in. Alles wordt helemaal schoongemaakt. Ter waarde van €60. Dus dat is wel een hele goede schoonmaak voor je auto. Ja, die kunnen jullie gewoon winnen door hun te volgen via Instagram. Ik zal nog wel even wat in de beschrijving zetten hoe je dat precies moet gaan doen. En nee, mensen, ik krijg er niet voor betaald. Ja, ik doe het gewoon uit liefdadigheid, oké? Okay? Omdat we die mensen kennen, omdat we gewoon goed met hen zijn, heb ik dat voor hun geregeld, weet je. En ja, dus jullie kunnen dat winnen door alleen hun te volgen. Dus doe dat vooral. En ja, mensen, zoals jullie weten heb ik altijd wel in een vlog een topic, een mening, een thema waar ik het met jullie over wil hebben. En vandaag kwam ik erachter, ik ging een beetje filmpjes kijken in de ochtend toen ik net wakker werd, dat er iets gaande was bij een voetbalspeler van FC Utrecht, Nasser Bazarji. Bazarji moet even nog een keer checken, hoor. Sorry mensen, ik moet even dubbel checken, ik wil niet zijn naam fout hebben. Barazit, Nasser Barazit. En ik zag al eerder een filmpje voorbij komen op Facebook van Po News. Dat ze... Wat is die kat? Dat ze met cheerleaders kwamen naar de training omdat hij geen handen wilde geven. Dat hij dan aangemoedigd wordt door vrouwen. Vond ik ten eerste een hele, ja... Ik vond het niet grappig tenminste. Ik kon er niet om lachen, laat ik het zo zeggen. Ik kon er niet om lachen. Want ik weet... Kijk, als je het voor de grap doet, mensen, geloof me, als... Als er een grapje is, ben ik de eerste die erom gaat lachen. Als die goed is, weet je? Maar als ik weet dat die grapje met de intentie gewoon van racisme is. Het is gewoon pure racisme, want daar staat Po News onbekend. Om racisme.
Ja, je kan het met me eens zijn, je kan het niet met me eens zijn, maar ik zeg het gewoon. Het is gewoon pure, de intentie is gewoon racisme. Ze haten gewoon, wat was er gebeurd? De speler gaf geen hand aan een mevrouw tijdens een soort van korte interview of zoiets voor de wedstrijd. En hij schudt gewoon vrouwen geen hand. Ja, nou, hij schudt geen vrouwen geen hand. Waarom willen jullie zo graag dat hij vrouwen een hand gaat schudden? Ja, normen en waarden van ons land moet je accepteren. Hallo, hallo. Dit heeft helemaal niks te maken met normen en waarden. Dit heeft te maken met jouw geloof willen beleiden zoals jij dat wilt beleiden. Deze man kiest ervoor om geen handen te geven aan vrouwen. Dat is zijn keuze, dat is zijn geloofsovertuiging die dat zegt. En jullie moeten dat maar accepteren. Dat staat in jullie grondwet. Volgens mij is dat zelfs nummer 1. Vrijheid van geloofsovertuiging. Dat is zijn geloof. Als hij geen hand wil geven, dan geeft hij geen hand. Wie ben jij om dat te vertellen dat het wel moet over normen en waarden? Wie ben jij dat jij dat kan bepalen? Dat zijn misschien jouw normen en waarden, maar niet die van mij en niet die van hem. Dus ga niet lopen lullen van ja, het heeft te maken met normen en waarden. En als hij dat niet wil, als hij daar niet aan wil houden, dan moet hij maar weg van FC Utrecht. Wie ben jij? Wie ben jij om dat te zeggen, man? Donder op, joh. Toen ik dit stukje bekeken, dacht ik even van donder op. Maar je bent een van de achterlijkste personen die ik deze week heb gezien. Al is de week nog kort, is maandag, laten we zeggen. Laten we vorige week ook nog even meetellen. In ieder geval, dat vond ik helemaal achterlijk. En ook een reactie van Johan Berks van Voetbal Insight heet het nu. Vroeger was Voetbal International. Een programma dat ik al jaren met liefde bekijk. En Johan Derksen, geloof me, ik kan echt elke programma wel om hem lachen. Ik ben het ook 9 van de 10 keer met hem eens wanneer het gaat over voetbal. Maar bij dit soort dingen zie ik gewoon dat er weer een andere intentie van binnenuit komt, vanuit die man, zeg maar, komt. Die man heeft jarenlang gewoond in Gouda en zoals jullie weten was Gouda vroeger een probleem stadje, dorpje, waar veel Marokkanen waren. En hij heeft gewoon veel problemen gehad met Marokkanen. Waardoor hij natuurlijk een soort van een gemengde gevoelens heeft ontwikkeld voor Marokkanen. Hij is een soort van, ik weet niet of het een angst bij hem is, maar ik denk meer, ja, gewoon een haat, een soort van haat. En ik heb gemerkt dat hij dat vaker heeft met moslimmensen, Marokkanen, aangezien natuurlijk de meeste Marokkanen moslim zijn. Heeft hij een soort van een haat gecreëerd. En ook voor zoiets, hij zei van, ja, hij kan zich net zo goed gaan selecteren voor het nationaal IS-team. Kijk, je kan de grapjes maken, maar nogmaals, de intentie van die grap is niet goed. Wanneer de intentie van die grap niet zuiver is, kan ik er niet om lachen. Want hij heeft dit gewoon puur gezegd, omdat hij het gewoon echt letterlijk meent. Als er een IS-team zou zijn met moordenaars, martelaren en gewoon mensen die onschuldige mensen vermoorden, die een baard dragen, zou hij gewoon letterlijk zeggen van, hij hoort bij die team. Zo bestempelt hij hem gewoon eigenlijk. Dus hij bestempelt hem eigenlijk als een moordenaar, als een martelaar, als een mishandelaar. Serieus? Nee man, rot toch op man. Dat zijn achterlijke onwetende meningen die je kan hebben. Ja, het is zijn mening. Ja, die mening mag je ook hebben, maar deze mening mag ik ook weer aankondigen, weet je. Ik vind dat alles wat deze mensen hebben gezegd gewoon pure onzin. Pure onwetendheid. Wilt hij iemand geen hand geven, geeft hij geen hand. Wil ik een vrouw geen hand geven, geef ik geen hand. Wat wil je eraan doen? Ik geef lekker geen hand. Als ik wil, geef ik mannen zelfs geen hand. Als ik wil, geef ik niemand een hand. Misschien wil ik wel buigen, zoals dat in Azië doen. Ze buigen, dan doen ze alleen met hun hoofd zo knikken. Dat is voor hun een manier van groeten. Waarom een hand? Waarom wil je per se zijn hand aanraken? Is zijn hand zo zacht? Heeft hij zo'n lekkere lotion gebruikt? Waarom moet hij een hand geven? Wie ben jij om dat te bepalen? Jij bent niemand. Je bent niemand om dat te zeggen. Rot toch op man, met jullie. Ja, je moet een hand geven, normen en waarden moet je maar aanpassen. We zijn meer dan genoeg aangepast man, die jongen spreekt beter Nederlands dan 99% van de Nederlandse bevolking. Ik heb interviews van hem gekeken en ik kon letterlijk geen één fout woordje in zijn grammatica vinden. Ik maak meer fouten, al is dat niet bij mij heel moeilijk, maar ik maak meer fouten dan die gozer. Die gozer is goed opgeleid en die moet niet komen praten met normen en waarden. Als die jongen een baard wil dragen, draagt hij lekker een baard. Als die vrouw geen hand wil geven, draagt hij... Dan geeft die vrouw geen hand. Als een man wil lopen in een legging, dan loopt die man toch lekker in een legging. Who cares? Wie ben jij? Inderdaad, niemand. Ja? Sorry mensen, dat moest er even uit. In ieder geval, ik wil het ook hierbij laten voor de vlog. Weet je, zoals jullie gewend zijn, ben ik weer lekker aan het lullen. Ik zie dat ik ongeveer al 7 minuten aan het praten ben. Misschien zelfs korter in de edit, weet je nooit hoe dat eruit gaat komen. In ieder geval,
Ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken van deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Ben je het met me eens? Laat dan even een blauw duimpje achter. Show die support. Ik zal het een stukje ook waarschijnlijk eruit knippen en los op Facebook gooien. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. Lekker de discussie opwekken. En ja mensen, vond je deze video dan gewoon tof? Deel deze video op al jullie social media. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...